Er zitten nog 5 mensen vast na de rellen afgelopen weekend in Zandpoort. In het Noord-Hollandse plaatsje raakten ongeveer 300 mensen slaags met de politie na afloop van de jaarlijkse feestweek. Daarbij zijn ook politiehonden ingezet. Eerder op de avond werd ook ambulancepersoneel al lastig gevallen. En de politie neemt de zaak hoog op, ook omdat een agent gewond is geraakt. De politie is daarom nog op zoek naar meer verdachten. Wij komen heel graag in contact met mensen die beelden hebben. Dat kan zijn foto's of camerabeelden van het incident in Zandpoort. Verder roepen wij ook nog mensen op die getuigen zijn geweest en die nog geen contact hebben gezocht met de politie. Ja, die feestweek in Zandpoort die is in de regio berucht vanwege de rellen. Volgens de politie is de laatste 7 jaar trouwens wel relatief rustig geweest. Het is nu voor het eerst dat politie en ambulancepersoneel zijn belaagd. Als er iets gebeurt, wat dan ook, bijvoorbeeld voor mijn kinderen, wat dan ook, en de ambulance wordt gehinderd, ja, het is toch schandalig. Echt schandalig. Ja. Vreselijk. Men moet gewoon van de hulpverleners afblijven. Kijk, dit is het terrein van de traditionele feestweek in Zandpoort. Die wordt elk jaar gehouden. En afgelopen zaterdag ging het voor de deur van dit tankstation mis en werd hier gevochten. Ja, dit is elk jaar zo'n traditie hier. Dat kan overal gebeuren. Toevallig is het hier gebeurd, maar ik heb niet de indruk dat het ergens anders niet zou kunnen gebeuren. Ja, vroeger was het veel erger nog. Was heel ver in het verleden, inderdaad. Er komt inderdaad steekweek vandaan. Nou ja, ach, dat is inderdaad in het verleden gebeurd. Ja, dus nu zijn ze een beetje doorgeslagen. Maar ja, kan gebeuren toch?